Gemeenteraadslid NS Sarriakse, die stelde gisteravond in de gemeenteraadsvergadering voor om aanvullende maatregelen te nemen voor NSGD's die het uh, moeilijk vinden om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. En hij diende daarvoor een zogenaamd amendement in. NS, welkom. Dankjewel. Um, Jij je, je, moet je, je aan jou dus nu de taak om eigenlijk jouw standpunten uh, aan de gemeenteraad uh, te voortleggen en ze te overtuigen. Ja. Um, misschien kunnen we dat, dat hier alvast een beetje beginnen. Om uh, 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 um te beginnen met menstruatiearmoede. Wat is dat? Dat is uh, uh, mensen die in armoede leven, die hebben al weinig geld, zoals je net ook aangaf. Moeite met uh, de eindjes aan elkaar knopen. Mm -hmm. En als, dan, als we het dan hebben over vrouwen, uh, die hebben dan moeite met het kopen van menstruatieproducten. Denk aan tampons uh, of andere uh, uh, menstruatieproducten. Dus die gaan ze overslaan. En dat is niet goed voor de gezondheid. En daarom zeggen wij, als, uh, als Denk-Enschede zijnde, laten we daar een oplossing voor bedenken. Is dat, is dat, uh, hoe groot is dat probleem in, in, in onze stad bijvoorbeeld? Weet je dat? In Enschede weten we dat niet. En de wethouder die gaf dat gisteren ook aan, dat uh, dat, dat in Enschede uh, niet bekend is. We kennen natuurlijk het fenomeen menstruatie taboe. Uh, dus er wordt niet makkelijk over gesproken. Maar uh, als, het, als, het, uh, als we kijken naar landelijk, dan is er een onderzoek gedaan dat, uh, dat zegt dat 1 op 9 vrouwen, dus, uh, dus meer dan 10 procent, heeft last van uh, menstruatiearmoede. Sorry, meer dan. 10%? 1, 1 op de 9, ja. ja en, die, en die besluit dan bijvoorbeeld om, om de middelen die nodig zijn, tampons, uh, maandverband, om ze een keer over te slaan met alle gevolgen van die. Ja, dus uh, die, uh, uit het onderzoek blijkt dat, uh, dat ze een, een tampon iets langer in laten zitten, wat weer gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Of dat ze een, uh, een sok gaan gebruiken of andere... Uh, uh, Wauw. Ja, dat, dat, is, dat staat echt in het onderzoek. En uh, ik, ja, ik, uh, ik had dezelfde reactie als jou toen ik het ja. las. Het, is ook, het voelt ook een beetje gek voor, ons als, voor mij als man om er zo over te praten. Heb je dat ook een beetje of niet? Ja, zeker. Het, het, en uh, gisteren zei ik ook uh, in, de, in de raadsvergadering... natuurlijk begrijp ik dat een overheersend mannelijke uh, college dit niet begrijpt. Dan zeg, ik, dan zeg ik dat als man, ja, uh, man zijnde... Ja, ja. Alleen, uh, ik, ik, heb het, uh, ik heb het onderzoek wel gelezen en uh, ik maak me er wel druk om. Wat, wat wil je eigenlijk dan? Wil je extra geld? Wil je dat er, uh, wat het gratis wordt? Um... Ja, voor, voor een bepaalde groep dat het in ieder geval gratis is. Bijvoorbeeld, we zien in, in Schotland en in Engeland dat het op de middelbare scholen al gratis wordt uitgedeeld aan, aan uh, meisjes. En um, hiermee kun je ook de, het taboe, menstruatietaboe, doorbreken. En dus dan heb je een win-win situatie. Hm. En zoiets zouden we ook moeten bedenken voor in Nederland. Weet je hoeveel het gaat zou gaan kosten om dat te bewerkstelligen? Nee, dat weet ik niet. En nee. daarom vraag ik ook specifiek in mijn motie... om met een plan te komen waar we een jaar lang aan gaan werken. En daar wil ik de wethouder best bij helpen. We gaan een jaar lang kijken, hoe groot is het probleem? Wat hebben we daarvoor nodig? En dan vervolgens met een voorstel te komen. Nee. En mijn motie die zegt ook van laten we, laten we met een plan komen. Dus voor het, voor het komende jaar. All right, we gaan even door naar de stadspas. Want die heb je ook voorgesteld. Uh, een soort pas waarmee mensen ...korting kunnen krijgen? Is dat het? Ja, korting. En uh, gisteren zei ik het ook al... ...als het aan ons lag, dan uh, was bijvoorbeeld... Uh, de, ...het OV ook gratis voor de minima. Ah, was alles ze... gratis, hè? Ja, ja, niet alles. Maar uh, we zouden ze moeten helpen. En uh, dan zouden ze bijvoorbeeld... Met, ...met een stadspas kunnen inchecken in, in het OV. Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, het bestond al in Enschede. Ja, het maar is niet die... geslaagd. Nee, het was, uh, het was niet geslaagd. Maar als we kijken naar Amsterdam en Utrecht... ...bijvoorbeeld, dan loopt het als een... Uh, een ...tierenleer. Ja. Het is gewoon een, een goed werkend product. En dan vraag ik mij af, waarom is het... In in Enschede misgegaan. Nou, bijvoorbeeld, we hadden net uh, meneer Johan de Kruij aan de telefoon. En die zegt, er zijn ook mensen die uh, slaan uh, middelen af. Omdat ze denken van ja, ik wil onafhankelijk blijven. En ik noem het woord schaamte. Misschien heeft deze dat er ook wel mee gespeeld. Van ja, dan, heb, dan kom ik met mijn stadspas. Ja. En dan moet ik iemand anders laten zien: van ja, ik kan eigenlijk niet zo. Alles betalen. Ja, precies. En daarover hadden we dus het gesprek met de wethouder. En uh, die gaat mij uh, alle documenten, inclusief de evaluatie van de stadspas van Enschede, uh, toesturen. En dan gaan we samen met de wethouder kijken naar een, uh, uh, naar een oplossing. Mm -hmm. Want wat de wethouder mij. Tenminste, dat is wel wat ik, uh, wat ik wil en waar ik ook naartoe zou willen in Enschede. Het één-loket-gedachte: dat, uh, dat iemand uh, één formulier invult. en dan toegang heeft tot verschillende voorzieningen in, in Enschede. Dus niet dat je bij elke uh, verschillende. bij een voedselbank, bij een ja. kledingbank of, of dergelijke. telkens weer. Hetzelfde formuliertje moet invullen. Ja, die, die, dat, die gedachte leeft breder. Hè? Ook in de, ja. de Enschede Raad voor één loket. Geen, uh, geen onduidelijkheid. Gewoon, ja. Nou. ja, precies. En daarom had ik ook van verschillende partijen, uh, die kwamen dan uh, um, naar me toe en die zeiden een, een positieve uh, insteek. Alleen moeten we even kijken naar uh, of het uh, haalbaar is in Enschede. Ja, in ieder geval wat jij al vertelde, Utrecht, Amsterdam, ik geloof in Amsterdam 80.000 uh, mensen die hem al gebruiken. Of ja, de, geloof ik, zoiets uh, hebben wij ergens op geweten te, te, te rommelen, zeg maar. Ja. Um, en ook ondernemers staan in de rij, want die zien, hey, mensen gebruiken die Stadspas, dus ik kan maar beter bij die Stadspas aangesloten zijn. Ja, ik hoorde gisteren een verhaal van uh, destijds Sanders. Dat, dat je dan bij de Sanders uh, uh, kon sparen voor korting uh, op je boodschappen met de Stadspas van Enschede. Dat soort uh, uh, alternatieven, dat lijkt mij uh, een goed idee. En uh, bijvoorbeeld in Utrecht nu, uh, wat, uh, wat er in Utrecht is dat, uh, dat er gratis mondkapjes wordt gegeven aan minima. Dat is ook een onderdeel van ons. En die kun je dan ophalen met je Stadspas. Kijk aan. Dus zo, en dan maken we een mooi bruggetje naar het volgende ding. Ja. Want je hebt het al, gratis mondkapjes. Ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht. Ik kocht ze laatst even bij de Lidl. Ik geloof uh, 10 euro voor 50 uh, van die mondkapjes waar je dan betaalt. Ja. Nou ja, goed, die, dat zijn wegwerpmondkapjes. Die zijn ook nog wel een keer weer op. Ja. Uh, je, hoe groot is het? Is dat probleem in NsGd? Heb je daar een beeld bij? Dat ja, mensen dat niet kunnen niet willen betalen misschien wel? Ja, nou ja, kijk, in maart uh, hadden we een uh, pakket met maatregelen. En een van die maatregelen was dat je in het OV nu verplicht een mondkapje op moet doen. Dus als ik toen de tijd een, uh, dan, een uh, 50 pak uh, mondkapjes kocht, dan betaalde ik al gauw 45 tot 50 euro. Dus dan was het ongeveer een euro uh, per stuk. Mm -hmm. En als je al leeft van een minimum, dan denk ik van, uh, is het wel? Is het wel te betalen. Elke keer als je met, de, met, met het OV gaat, elke ja. keer een euro. Uh, extra voor een mondkapje. En hetzelfde geldt voor menstruatieproducten. Het is niet de bedoeling dat we die gaan hergebruiken. Want ze zijn wegwerpmondkapjes. En je, je moet het ook niet is. zien als een luxe product, zeg je dus. Nee, nee precies, op ja. dit moment niet. Op dit moment zitten we in een in een crisis. En uh, het is, op dit moment is het geen uh, luxe product. Nee. Uh, de wethouder die, uh, die wilde dit eigenlijk niet. En die, die, die verwees eigenlijk naar de voedselbank. Ja, precies. Uh, wat hij aangaf was, uh, de voedselbank die heeft er duizenden van liggen en die, uh, die weet niet wat hij ermee moet. Nou, dan denk ik van, uh, laten we ze dan uh, uitdelen bij de voedselbank bijvoorbeeld, of uh, via de kanalen van de, van de gemeente uh, gaan uitdelen. En, um, dat gebeurt nog niet. Dat gebeurt, uh, uh, nou, volgens mij gebeurt dat dus wel, uh, wat, wat de wethouder gisteren zei. Uh, daarvan was ik nog niet op de hoogte, want ik heb de motie, die heb ik ook al, volgens mij, uh, een maand geleden aangekondigd. En we hadden een raadsvergadering die was uh, gecanceld. Dus vandaar dat die gisteren is behandeld. Dus dat aan de late kant. Ja, het zou kunnen dat er al met dat idee aan de slag is gegaan. Ja, precies. En in de provincie Overijssel is er nu al een budget beschikbaar. voor gemeenten die mondkapjes gratis willen aanbieden aan de minima. En in onze motie roepen we dan ook op: de wethouder. ga op pad. Uh, ga, naar, ga naar het provinciehuis. en haal dat uh, geld op om mondkapjes gratis uit te delen aan uh, de minima. Ja. Uh, wanneer. is dat vanavond eigenlijk dan dat je de, de gemeenteraad moet overtuigen van dit idee? Of dat. Uh, ja, nee, dat was dus gisteren. gisteren en, de... uh, morgen gaat er over gestemd worden. Vandaag ja. kunnen we nog met elkaar in debat. En dat gaat grotendeels over de begroting. En over de begroting hebben we ook een amendement uh, ingediend. Oh, kijk aan, ja. de, de, dat gaat over rondkomen met je inkomen dan ook? Uh... Nee, uh, van de begroting, uh, het amendement Dat gaat over extra budget naar het college van uh, burgemeester en wethouders. Mm -hmm. um, vorig jaar is er bezuinigd op de gemeenteraad en griffie De Grifi, dat is de ondersteuning van de gemeenteraad. Uh, we moesten 169.000 euro bezuinigen omdat we tekorten hadden in de, in de begroting. En als we kijken naar 2021, dan zie ik in één keer tussen de regels door... dat er 145.000 euro extra naar het college van burgemeester en wethouder staat. Ja, jullie eigenlijk weten waarom dan? Waar is dat voor nodig? Nou, uh, ja, nou ja, er werd gezegd dat het is nodig is voor accountantskosten. Maar in de verschillende commissies had ik al uh, gehoord dat uh, kosten... Ja, minder dan de helft van 145.000 euro zou dit kosten. Ja, ja. Dan vraag ik mij af: uh, aan de ene kant gaan we bezuinigen op de, het hoogste orgaan, en aan de andere kant krijgt het college van BMW uh, een extraatje. Hoe gaan we dit verantwoorden aan de stad? Ja, dus die gaan we vanavond voorbij zien komen. Ook. Ja, die gaan we vanavond voorbij zien komen. Uh, dan... even, nog heel even terug naar, naar, de, naar de drie: uh, nee, de menstruatiearmoede, ja. de stadspas en uh, de gratis mondkapjes. Ja. Denk je dat je uh, de gemeenteraad kunt overtuigen? Uh, nou ja, de wethouder heeft ze al ontraden. Ja, precies. Dus uh, ja, dan, uh, dan wordt het lastig. Lastig om meerderheid te krijgen, uh, denk Ja, ik, hè? precies. Ja, dus het gaat wel om dat je, dat je de meerderheid krijgt. En als de wethouder zegt van uh, dit wil ik niet of dit kan ik niet, dan, is het, uh, dan zijn er al heel wat partijen die geneigd zijn om dan tegen te stemmen. Hm. Maar uh, uh, met betrekking tot mondkapjes, die, uh, heb, daarvan hebben we gezegd, als de wethouder ons kan beloven dat hij naar provincie Overijssel gaat en uh, het geld gaat ophalen... Hoeven we die niet in stemming te brengen. En hetzelfde geldt voor stadspas. Uh, we willen gewoon dat er één formulier komt. Dus uh, in, uh, één formulier waarbij je toegang hebt tot alle voorzieningen, zoals ik het net uitlegde. En uh, die wordt gewoon ingediend. Ja, nou we gaan het in de gaten houden. En ook uh, over de begroting. Jullie uh, vragen daarover. Ja. En een uh, Sari Aksen van Denk in je Dankjewel.